Hallo Universiteit van Nederland, mijn naam is Lise van Week en ik ben een 24-jarige content creator op social media, fotograaf en eerste klas ADHD'er. Mijn ADHD werd pas ontdekt toen ik bijna 18 was. Nu hoor je natuurlijk vaak dat ADHD vooral een jongensaandoening is, maar ik ben natuurlijk een vrouw, dus ik ben benieuwd, hoe zit dat nou precies? Is ADHD een jongensziekte? Nou, minder dan je denkt. Eerst maar even, wat is ADHD ook alweer? Er zijn in ieder geval 3 hoofdsymptomen. 1. Je gedraagt je vaak impulsief, oftewel je doet vaak iets zonder van tevoren lang over na te denken. 2. Je bent hyperactief, je vindt het bijvoorbeeld moeilijk om stil te zitten. En 3. Je hebt moeite om je te concentreren, je bent snel afgeleid. Heb je nou niet die hyperactiviteit en impulsiviteit en ben je dus vooral snel afgeleid, dan spreken we vaak niet over ADHD, maar over ADD. Over hoe vaak ADHD nou voorkomt is veel onderzoek gedaan. Uit een Nederlands onderzoek van vorig jaar kwam bijvoorbeeld naar voren dat bijna 4% van de mannen duidelijk symptomen van ADHD heeft of heeft gehad. Onder vrouwen was dat een kwart lager, dus bijna 3%. Dat is niet eens zo'n groot verschil. Maar er is ook op een andere manier gekeken naar ADHD. Er is namelijk aan ouders gevraagd, heeft uw kind symptomen van ADHD? En dan zegt ruim 5% van de ouders met een zoon, ja, mijn kind heeft symptomen. Maar bij ouders van een dochter was dat nog geen 1,5%. En dat is interessant. Want bij jongens zie je dat het percentage symptomen best dicht in de buurt zit van het percentage diagnoses. Maar bij meisjes is er een enorm verschil. En dat sluit aan bij wat in andere onderzoeken ook vermoed wordt. Namelijk dat veel mensen ADHD bij meisjes niet goed herkennen. En we denken dat dat onder andere komt doordat veel mensen traditionele ideeën hebben over hoe meisjes zich moeten gedragen. Stel, je bent een meisje en je bent best wel druk. Dan kun je de pech hebben dat school of ouders dat gedrag niet interpreteren als een signaal dat je misschien wel ADHD hebt, maar dat ze je gaan corrigeren. Zit nou stil, doe niet zo druk. Ga naar je kamer. Daarmee onderdruk je misschien wel de symptomen, maar gaat ADHD natuurlijk niet weg. Maar ook als je juist heel erg stil bent en je zit vaak te dagdromen, kan dat ook ADHD zijn. Maar als de mensen om je heen je zo'n lieve schat vinden omdat je weinig kabaal maakt, dan trekken ze niet aan de bel. Terwijl je er bijvoorbeeld op school wel last van kan hebben. Ik weet nog dat toen ik mijn diagnose kreeg, er heel veel stukjes op zijn plek vielen. Eindelijk begreep ik mijn gedrag, mijn gedachtes en mijn lage cijfers op school. Ik was niet lui of dom, ik had gewoon ADHD. Ik vraag me dan wel eens af, hoe zou het met me gaan als ik niet had begrepen waarom ik steeds tegen dingen aanloop of mezelf constant in de weg zit? Ja, wat Lise aanhaalt is belangrijk. Wat gebeurt er als je wel ADHD hebt, maar je weet het niet? Nou, uit onderzoek weten we dat van de meisjes van wie is vastgesteld dat ze ADHD hebben, 75% eerst een andere diagnose kreeg. Ze ontwikkelden bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis, terwijl die mentale problemen eigenlijk veroorzaakt waren door het niet behandelen van ADHD. Want als je die ADHD niet goed behandelt, of als je niet leert hoe je daarmee om moet gaan, dan kunnen die andere mentale problemen blijven, terugkomen of groter worden. En dat is niet zonder gevolgen. Er is becijferd dat jonge vrouwen bij wie ADHD niet officieel is vastgesteld een 3 keer hoger risico lopen om aan zelfmutilatie te doen of om een zelfmoordpoging te ondernemen. Een juiste diagnose stellen is dus echt van levensbelang. Hoe eerder je begeleiding krijgt, hoe beter. Geloof me als ik zeg dat mijn ADHD me behoorlijk in de weg zit. Maar tegenwoordig kan ik gelukkig ook de positieve kanten ervan inzien. Ik ben spontaan, creatief en wanneer ik iets leuks vind, kan ik me er volledig op storten. Maar ik ben wel benieuwd, waarom heb ik het? Wat gebeurt er in mijn hoofd dat mijn hoofd zo doet? Ja, sommige processen in de hersenen verlopen bij mensen met ADHD inderdaad een beetje anders. Bepaalde hersendelen zijn actiever en andere juist minder actief. En in allebei de gevallen kan dat ADHD veroorzaken. En dat is voor een groot deel aangeboren. Voor 80% is ADHD erfelijk. Er is dus iets in je genen dat ervoor zorgt dat je hersenen zich anders ontwikkelen. Maar wat dat is en of er mogelijk een biologische verklaring is voordat jongens misschien toch vaker ADHD hebben dan meisjes, weten we nog niet. Wat we onder meer wel weten is dat de hersenen van jongens onderling meer van elkaar verschillen dan van meisjes onderling. En die grotere verschillen spelen misschien een rol bij het ontwikkelen van ADHD. Dat zou kunnen verklaren waarom jongens net wat vaker ADHD hebben dan meisjes. Maar omdat heel veel diagnoses gemist worden, is dat verschil dus kleiner dan je misschien dacht. Ik heb echt heel veel dingen geleerd die ik nog niet wist over mezelf en mijn hoofd. En hopelijk helpt dat ook andere jongens en meiden die ook te maken krijgen met ADHD.
Lara en de Universiteit van Nederland, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het beantwoorden van mijn vragen.